all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me. Verstaan zo? Familie en vrienden, beste mensen. Namens Ton Veldhuizen, de broer van Gornie, mag ik je allemaal welkom heten hier bij het afscheid van Gornie in de huiskamer van dit uitvaartcentrum. Het wordt geen heel formele dienst, want dat zou niet bij Gornie passen. Zometeen zal ik wat teksten voorlezen van Ton en van schoonzus Annemarie. Luisteren naar een muzieknummer wat Gornie zelf heeft uitgekozen. En op het scherm zullen dadelijk foto's uit het leven van Gornie te zien zijn. Daarna gaan we koffie en thee schenken, samen een broodje eten en staat het komende uurtje in het teken van herinneringen ophalen en het gedenken van Gornie's leven. Rond 1 uur nodig ik hier nog een keer uit rond de kist voor een laatste groet. En zullen we nog even stilstaan bij het laatste afscheid met een passend muzieknummer. De crematie zal later in stilte plaatsvinden. Wil ik nu graag een stukje voorlezen namens Ton. Gornie, mijn dierbare zus, was sociaal en kon met iedereen goed opschieten. Ze was geliefd bij iedereen, ondanks dat ze meestal haar eigen wil doorzette. Haar grootste liefde waren de dieren Sjefke en Terry, de honden, en dan de allerliefste kat uit Italië, Tico, die ze als kitten heeft meegenomen naar Nederland. De poes liep daar verloren rond bij haar vriendin Germa, zonder moederpoes, en daar kon Gornie niet tegen. Germa noemde Gornie daarna zelfs haar tweede moeder. Ze heeft ze opgenomen en is ermee naar de dierenarts gegaan. Ze heeft hem laten nakijken of ze gezond was. Het was een echte dierenvriend. Ze hield ook van kleien en keramiek en menig kunstwerk van haar staan bij mensen thuis of op de galerij waar ze woonde. Ook met Villa Joep was ze erg begaan. De kleinzoon van haar vriendin Riet had kinderkanker. Breien deed ze ook met veel plezier, samen met Beate die haar de laatste tijd kwam ophalen. Ze bereiden vooral voor mensen die het niet zo breed hadden. En dan de stofhappers, dat is een verhaal apart. Ieder optreden was een feest, veel plezier, muziek en drank in overvloed. Ze speelde geen instrument, maar ze voerde wel de boventoon en was altijd goed aanwezig. Bij het nieuwjaarsconcert van de stofhappers in het Karregat
Daar was het altijd feest en het was fijn om daar naartoe te gaan. Nadat haar man gestorven is, is alles helaas veel minder geworden. In 2015 verhuisde zij hier naar de Blijslaan, want het huis werd toch een beetje te groot voor haar. En naar men zegt, oude bomen moet men niet verplaatsen. En vanaf die tijd werd alles steeds een stukje minder en ging het steeds een beetje verder achteruit. In 2015 kreeg ze thuiszorg van ene Lydia. Maar na een jaartje ging deze weg bij de zorg. Gonny vroeg of ze niet bij haar kon blijven komen. En Lydia zei ja. Hieruit is een hechte vriendschap ontstaan. Maar twee banen hebben is niet zo gemakkelijk. En daarom werd aan de dochter van Lydia gevraagd of die ook zou willen helpen. En dat deed ze graag. Anoushka heeft heel veel voor Gonny betekend. Ze was echt als een dochter voor haar. Maar alles komt een eind en na jaren van ziektes heeft ze nu rust gevonden. Gonny rust zacht in de armen van Adrie. En dan heb ik hier nog een stukje van Annemarie. Lieve Gon, je bent niet meer hier op aarde nu, een voltooid leven na je ziekbed. Toen Ton vroeg wie er foto's had, kreeg ik een beeld van de trouwfoto van jou en Adrie. Deze foto brengt mij terug, Gon, naar de tijd dat ik een meisje was van een jaar of 9. Wij woonden op de BW-laan in Amersfoort, waar ik de jongste en enigste dochter was, met 4 broers. Adrie was 10 jaar ouder en ineens nu kwam de herinnering dat Adrie jou meebracht naar ons huisje in het bos, voor mij ver van de bewoonde wereld. Toen ik je zag, ging er als het ware een nieuwe wereld voor mij open. Daar stond jij met een rok, waaronder een petticoat en hoge hakken. Dit had ik nog nooit gezien, als een sprookje zo mooi. Wij woonden in het bos en op school, ik was nog zo jong, zag ik dit niet. Het heeft indruk op mij gemaakt en als ik dan nu de trouwfoto's terugzie van toen, wat waren jullie gelukkig samen. Dat beeld van jou, Gon en Adrie. Dat draag ik mee in mijn hart. Dankbaar dat ik nog bij je ben geweest en dat we een fijn gesprek hebben gehad. En ik wens dat alle dierbaren die van je houden ook mooie herinneringen van jou in hun hart meedragen. Lieve Gon, goede reis en een liefdevol weerzien met je geliefde in de eeuwigheid. Liefs, Annemarie. Looking out of the window.
Wil je een kopje koffie? Thee? Dan komen we dadelijk weer terug. Koffie? Suiker en melk zetten op de tafeltjes. Dan zeg ik, zoek een plaatje ergens lekker zitten zo meteen. Ook thee? Ja. Thank you.
zwarte thee. Ja. Ja, dat begrijp ik. Anders zien de mensen niks, als ik ervoor sta. Thank you.
Een beetje verstaan zo? Familie en vrienden, beste mensen. Namens Ton Veldhuizen, de broer van Gornie, mag ik je allemaal welkom heten hier bij het afscheid van Gornie in de huiskamer van dit uitvaartcentrum. Het wordt geen heel formele dienst, want dat zou niet bij Gornie passen. Zometeen zal ik wat teksten voorlezen van Ton en van schoonzus Annemarie. Luisteren naar een muzieknummer wat Gornie zelf heeft uitgekozen. En op het scherm zullen dadelijk foto's uit het leven van Gornie te zien zijn. Daarna gaan we koffie en thee schenken, samen een broodje eten en staat het komende uurtje in het teken van herinneringen ophalen en het gedenken van Gornie's leven. Rond 1 uur nodig ik hier nog een keer uit rond de kist voor een laatste groet. En zullen we nog even stilstaan bij het laatste afscheid met een passend muzieknummer. De crematie zal later in stilte plaatsvinden. Wil ik nu graag een stukje voorlezen namens Ton. Gornie, mijn dierbare zus,
was sociaal en kon met iedereen goed opschieten. Ze was geliefd bij iedereen, ondanks dat ze meestal haar eigen wil doorzette. Haar grootste liefde waren de dieren Sjefke en Terry, de honden, en dan de allerliefste kat uit Italië, Tico, die ze als kitten heeft meegenomen naar Nederland. De poes liep daar verloren rond bij haar vriendin Germa, zonder moederpoes, en daar kon Gonnie niet tegen. Germa noemde Gonnie daarna zelfs haar tweede moeder. Ze heeft ze opgenomen en is ermee naar de dierenarts gegaan. Ze heeft hem laten nakijken of ze gezond was. Het was een echte dierenvriend. Ze hield ook van kleien en keramiek en menig kunstwerk van haar staan bij mensen thuis of op de galerij waar ze woonde. Ook met Villa Joep was ze erg begaan. De kleinzoon van haar vriendin Riet had kinderkanker. Breien deed ze ook met veel plezier, samen met Beate die haar de laatste tijd kwam ophalen. Ze breide vooral voor mensen die het niet zo breed hadden. En dan de stofhappers, dat is een verhaal apart. Ieder optreden was een feest, veel plezier, muziek en drank in overvloed. Ze speelde geen instrument, maar ze voerde wel de boventoon en was altijd goed aanwezig. Bij het nieuwjaarsconcert van de stofhappers in het Karregat, daar was het altijd feest en het was fijn om daar naartoe te gaan. Nadat haar man gestorven is, is alles helaas veel minder geworden. In 2015 verhuisde zij hier naar de Blijslaan, want het huis werd toch een beetje te groot voor haar. En naar men zegt, oude bomen moet men niet verplaatsen. En vanaf die tijd werd alles steeds een stukje minder en ging het steeds een beetje verder achteruit. In 2015 kreeg ze thuiszorg van ene Lydia. Maar na een jaartje ging deze weg bij de zorg. Gonnie vroeg of ze niet bij haar kon blijven komen en Lydia zei ja. Hieruit is een echte vriendschap ontstaan. Maar twee banen hebben is niet zo gemakkelijk en daarom werd aan de dochter van Lydia gevraagd of die ook zou willen helpen. En dat deed ze graag. Anoushka heeft heel veel voor Gonnie betekend. Ze was echt als een dochter voor haar. Maar alles komt een eind en na jaren van ziektes heeft ze nu rust gevonden. Gonnie rust zacht in de armen van Adrie. En dan heb ik hier nog een stukje van Annemarie. Lieve Gon, je bent niet meer hier op aarde nu, een voltooid leven na je ziekbed. Toen Ton vroeg wie er foto's had, kreeg ik een beeld van de trouwfoto van jou en Adrie. Deze foto brengt mij terug, Gon, naar de tijd dat ik een meisje was van 9. Wij woonden op de BW-laan in Amersfoort, waar ik de jongste en enigste dochter was, met 4 broers. Adrie was 10 jaar ouder en ineens nu kwam de herinnering dat Adrie jou meebracht naar ons huisje in het bos, voor mij ver van de bewoonde wereld. Toen ik je zag, ging er als het ware een nieuwe wereld voor mij open. Daar stond jij met een rok, waaronder een petticoat en hoge hakken. Dit had ik nog nooit gezien, als een sprookje zo mooi. Wij woonden in het bos en op school, ik was nog zo jong, zag ik dit niet. Het heeft indruk op mij gemaakt en als ik dan nu de trouwfoto's terugzie van toen, wat waren jullie gelukkig samen. Dat beeld van jou, Gon en Adrie, dat draag ik mee in mijn hart. Dankbaar dat ik nog bij je ben geweest en dat we een fijn gesprek hebben gehad. En ik wens dat alle dierbaren die van je houden ook mooie herinneringen van jou in hun hart meedragen. Lieve Gon, goede reis en een liefdevol weerzien met je geliefde in de eeuwigheid. Liefs, Annemarie.
crazy, you'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't be a girl you once knew, although she's dressed up to the nines. At sixes and sevens with you, I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay
lust u een kopje koffie? Thee? Dan komen we dadelijk weer terug. Koffie? Suiker en melk staat op de tafeltjes. Dan zeg ik, zoek een plaatje ergens lekker zitten zo meteen. Ook thee? Ja. 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 Ja.
dat er al niet door boze mag komen. En zo dat ik weet niet dat er een stukje doen. Mag ik iedereen vragen om nog eventjes bij de kist te komen staan? Ja. Kom maar gerust wel een beetje dichterbij. Adem houdt op. Warmte wordt kilte, diepe kilte als van de dood. En lachen wordt stilte, echo van vragen dat geen antwoord vindt. Maar een mensennaam kan niet vergaan, niet verzinken in het oneindig niets. En jouw naam, Gonnie, heeft klank en toon gezet van hoe de jouwe verder gaan. In gemis, maar ook in vertrouwen dat leven leven wordt. Gevochten en geknokt, geliefd en gelachen. Zo wordt ook jouw naam, een witte roos aan ons hart, bloeiend voor altijd, geurig, welriekend, maar ook doornig en stekend, want jij bent er niet meer als wij jou roepen, en ons zoeken zal nooit vinden worden, geen samenlachen en geen raken meer. Maar in de stilte zul jij bloeien aan ons hart, als een schitterende herinnering, levend tegen alle weerwil in. Nee, Gonnie, vergeten zullen we jou niet. Wees gerust, rust maar zacht en rust in vrede. Lieve mensen, hierbij wil ik u namens Ton allemaal hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid hier bij het afscheid van Gonnie. Zometeen klinkt het laatste muziekstuk en dan ga ik u voor in de laatste groet. En zoals eerder gezegd, de crematie zal daarna in stilte plaatsvinden. Dank u wel. Stofhappers. Dit is gewoon iets muziek, hè? Stofhappers. Thank you.
Thank you.